Het is geweldig om hier samen te zijn, om na te denken over wat ons bezighoudt, dagelijks, wekelijks, misschien zo af en toe. De zorgen die we hebben, de hoop die we hebben, als het gaat om onze aarde en al zijn bewoners. Niet alleen mensen, maar met name dieren. En het is goed, denk ik, om stil te staan bij wat komen wij in de discussies met mensen zoal tegen aan argumenten om dieren te gebruiken, te misbruiken, te mishandelen of simpelweg te koesteren. Mijn lezing heet A Sentimental Journey. En de wat ouderen onder ons kennen Doris Day uiteraard. Doris Day, The Girl Next Door. Degene die in het begin van haar carrière heel veel bonten droeg, maar al heel snel tot de conclusie kwam dat dat absoluut niet iets is wat hoort bij schoonheid en absoluut niet hoort bij een bewust leven. Zij is op latere leeftijd, in de jaren 80, heeft zij een Doris Day Animal Foundation opgericht voor met name zwerfdieren en ook het herplaatsen van huisdieren. En zij is nu inmiddels 90 dit jaar geworden en ze is nog steeds actief betrokken erbij. En een sentimental journey, als er iemand weet wat het is om over emoties te spreken, over sentimenten te spreken, over begeerten en driften, dan weet zij dat met haar liedjes heel goed te verwoorden. En ik wil u graag meenemen in een reis met een sentimental journey. Over welke emoties, welke driften, welke begeerten, welke sentimenten leven nou rondom dieren? Iedereen in Nederland voelt zich dierenbeschermer. Er zijn maar weinig mensen die zeggen, nou, ik kan me echt helemaal niet schelen of ik haat dieren. Iedereen zegt wel, ik hou van dieren of ik ga goed met dieren om. Een boer zegt, ik ga goed met mijn dieren om. Ik zorg ervoor dat ze een natje en droogje krijgen. Ik zorg ervoor dat ze het goed hebben. Ik ben naar eer en geweten een goede boer. Je hebt een jager die zegt, ik wil gewoon dat er minder kraaien zijn, want die zangvogels moeten beschermd worden. Ik ben een dierenbeschermer. Een fokker die zegt, ja, ik heb een mooi vak. Ik wil mooie dieren. Ik wil prachtige katten en honden fokken. En dat is een eerzaam vak en ik doe het goed met mijn dieren. Natuurlijk zijn er ook foute fokkers, maar ik ben een goeie. Er zijn huisdierbezitters die een dier vertroetelen, aankleden. Iemand in Maden die ik ooit eens tegenkwam, die had een cobra. Was die ontzettend verliefd op. Zat in een glazen bak de hele dag. Maar hij was er dol op. En hij zei, ik ben goed voor mijn dier. Ik hou van mijn dier. En het was in alle oprechtheid. Er is een worsteling. Er is een worsteling gaande van, oké, maar wat is dan echt goed voor een dier? Wij zeggen wel, ik ben goed voor een dier. Ik hou van een dier, maar denken wij wel goed na over of er iets in het belang van een dier is? We hebben binnenkort een debat over circussen en wilde dieren en dat wilde dieren in circussen verboden moeten worden. En de afgelopen week is daar ook vanuit een aantal bestuurders op gemeentelijk niveau aandacht voor gevraagd. Vandaar ook dat vandaag in de Volkskrant van de spotprenttekenaar Collignon deze prent is verschenen waarin staat, ja, wat ik nou van de Partij voor de Dieren zou willen weten is of zij weten wat ik zielig vind. En dat zegt dan de tijger die daar zit te chillen met de andere tijger in een hok, kijkend naar iemand met 5 honden aan een strak opgelijnd touwtje. Ja, wat zou die nou betekenen? Wat zou die nou willen zeggen met deze prent? Zou die nou willen zeggen, ach, zolang ook huisdieren worden gehouden, dat is ook in gevangenschap, moet je niet lullen over wilde dieren in circussen? Of zou die zeggen, nou, de dieren in de circus hebben het prima naar hun zin. Laten we nou ook gewoon eens kijken naar hoe huisdieren worden behandeld. Is het oprechte bezorgdheid over de dieren die als huisdier worden gehouden? Of is het puur dat hij ook iets wil zeggen over, nou ja, zolang er nog ander leed is onder dieren, moet je niet eerst de circussen met wilde dieren verbieden. Er zijn andere dingen waar je zorgen om moet maken. Laat het aan u wat dit nou betekent. Maar het geeft typisch, het is dit een voorbeeld van hoe er wordt omgegaan met kwesties rondom dierenwelzijn en gebruik van dieren.
Als je nou kijkt naar de sentimenten die gaan rondom, die er spelen rondom vlees, vis eten, dan zie je dat in de discussie het vooral gaat over emotie. En dan bedoel ik niet de emotie die mensen hebben rondom het doden van dieren, maar vooral de emotie die speelt bij degene die het dier opeet. Er zijn tal van rationele argumenten, en die hoef ik u waarschijnlijk niet helemaal uit de doeken te doen, maar om juist te kiezen voor het niet eten van dieren. Denk aan de klimaatproblematiek vanwege de methaanuitstoot van de veehouderij. Door de mest en door de scheten en boeren die de dieren laten, de miljoenen dieren laten. Denk aan de enorme milieudruk, het enorm watergebruik wat met vleesproductie gepaard gaat. 10.000 liter voor 1 kilo biefstuk. Hoeveel glazen water is dat wel niet? Denk aan het enorme dierenleed wat er in de bio-industrie is. Dieren die hun natuurlijk gedrag niet meer kunnen vertonen. En denk aan de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met vlees eten. Namelijk een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, kanker. En het feit dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vegetariërs en veganisten tot maar liefst 10 tot 20% langer leven dan een vleeseter. Zo'n 7 jaar langer. Allemaal rationele, feitelijke argumenten om te zeggen, goh, misschien zou ik mijn eetpatroon moeten veranderen. Maar er blijft maar één sentiment doorslaggevend. Eén argument doorslaggevend. Vlees is zo lekker. En daar willen we heel veel van eten. Heel veel van vlees eten. Zo'n 80 kilo per jaar per Nederlander. Een andere emotie ligt, dat zal u niet verbazen, meer over op geld. Ja, dieren beschermen, dieren respecteren, dat is allemaal prima, maar het mag niet te veel geld kosten. Of mag überhaupt geen geld kosten. Dieren zijn hun bescherming niet waard als het heel veel geld kost. Dieren zijn dat simpelweg niet waard. Denk aan de eendagshaantjes die versnipperd of vergast worden nadat ze meteen geboren zijn. Omdat het gewoon simpelweg niks oplevert. Denk aan de overtollige dieren in de proefdiercentra. 400.000 dieren die gewoon gehouden worden om misschien te worden gebruikt als proefdier, maar omdat ze de leeftijd niet mee hebben of omdat ze niet het juiste ras of juiste geslacht hebben, worden ze uiteindelijk gewoon zonder ook maar enige mededogen gedood. Overtollig, te veel. Een andere overtollige dieren die je ook hebt, is natuurlijk in de dierentuin. Wie herinnert zich niet de jonge giraf Marius in Denemarken die gedood werd omdat na 18 maanden was het geen schattig girafje meer. Het was overbodig geworden. De dierentuindirecteur die zei, ach, het komt anders inteelt in ons programma en dat moet je niet willen. Een zogenaamd rationeel argument. Hij zei ook, ja, denk nou toch aan al die herten die in Denemarken worden doodgeschoten. Duizenden per jaar. Dat is pas erg. Terwijl, simpelweg is de emotie. We willen graag jonge dieren zien, mensen die naar de dierentuin gaan, die van dieren houden. We willen graag jonge dieren zien in de dierentuin. En de dierentuin die moet dat elk jaar weer natuurlijk, willen ze daar graag aan voldoen. En als het dan geld heeft opgeleverd, dan moet het dier gewoon weg. En wat ook met hebzucht of wat met geld te maken heeft, is natuurlijk het feit dat dieren gewoon zo weinig kosten. Dat het vlees ook ongelooflijk goedkoop is. Kattenvoer is duurder dan het vlees wat mensen eten. En dit vond ik wel een heel mooi plaatje die dat illustreert. De dieren zijn verworden tot dingen, ze kosten helemaal niets. Een prijs van een ei is net zo hoog als 60 jaar geleden. En je kunt 4 satéetjes kopen voor 28 cent. Zonder dat mensen zich afvraagt ten koste van wie dat allemaal wel niet gaat. Wie leidt daaronder? Het volgende sentiment is gewoon puur egoïsme. Het is nu even mijn tijd. Ik zit net lekker even te eten. Of hebben jullie niets beters te doen? Beroepsprobleemmakers. Ik wil gewoon lekker bij mijn kacheltje zitten zoals hier bij Fokken en Sukken. Jullie maken allemaal problemen rondom aardboringen. Maar ja, we hebben gewoon gas nodig. En ik wil gewoon lekker onbezorgd kunnen leven. Dus hou op, zoek werk, doe eens even iets nuttigs.
Rutte, Mark Rutte, onze premier, die zei toen hij fractievoorzitter was in 2008, dat hij af wilde van die beroepsprobleemmakers zoals Milieudefensie. En dat hij daarom ook een wet steunde om de inspraakmogelijkheden en beroepsprocedures ook in te perken of zelfs af te schaffen. Want ja, het is schadelijk voor de economie als zij de aanleg van wegen tegenhouden of de aanleg van een megastal. Het zijn de korte termijn belangen van met name de westerse mens. De mens die als top van alles, van de hele aarde eigenlijk daarboven bovenin staat. Zoals hier op dit plaatje, zo ziet de mens zichzelf. Het derde sentiment is, ach, ik wil het gewoon niet weten. Je kunt ook niet alles weten. Of je moet ook niet alles willen weten. Ik wil het gewoon, ik wil rust hebben in mijn kop. Anders maak ik me te veel zorgen. Struisvogelpolitiek. En de industrie maakt daar dankbaar gebruik van. Mensen willen niet weten waar dingen vandaan komen. Niet in eerste instantie. We maken een prachtigste verhaaltjes van dat koeien paars zijn. En in de Alpen wonen en daar melkchocolade produceren. Of lachende varkens en koeien. Kijk maar eens op de transportwagens van dieren. Dan zie je vaak lachende varkentjes of lachende kalfjes die daar zeggen, we zijn heerlijk op reis. We hebben een soort schoolreisje. We zijn heel gelukkig. Eet ons maar op. Iglo die had een keertje bedacht dat het wel lollig zou zijn om de vissticks in de vorm van een visje te gaan verkopen. Nou, dat leidde tot een enorme koperstaking bij de jeugdige consumentjes. Ze wilden het niet. Ze wilden niet weten waar het vandaan kwam. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de ouders die daar informatie over moeten geven. Maar Iglo is onmiddellijk teruggegaan naar dit volkomen onherkenbare stukje visstick. En dat is waardoor zij nog steeds door kunnen gaan met onduurzaam vis produceren en vis verkopen. En wat je dan vaak ziet van mensen die het eigenlijk niet willen weten en dan toch geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een vegetariër aan tafel of een veganist aan tafel, dan komen ze in een soort verdedigingsmechanisme van hou op, je vindt jezelf zeker moreel superieur, je vindt jezelf waarschijnlijk beter dan ik. En ik zie je wel kijken naar dat stukje vlees op mijn bord en jij draagt toch ook leren schoenen? En waar moeten de dieren dan heen als we ze niet opeten? Het allerbeste reactie daarop, en ik hoor heel veel leden van de Partij voor de Dieren daar ook vaak gebruik van maken, is van beter inconsequent goed dan consequent fout. Als je weer wordt op je eigen inconsequente gedrag wordt aangesproken. Maar die emotie, dat van eerst niet willen weten en daarna ook nog eens enorm afzetten, met deze argumenten die je hier ook kunt lezen, prachtige bingo van de omnivoor. Ja, daar heb je wel mee te maken. En daar moet je doorheen weten te breken. En dat kan alleen maar door op een ontspannen manier met mensen te spreken. Anders dan gaan ze zich nog veel verder daarin achter verschuilen. En dan heb je natuurlijk, en tijdens mijn voorbereiding over alle sentimenten die er leven, kwam ik heel vaak de jagers tegen. Want als er één groep is waar heel veel emotie zit, dan is het wel bij de jager. Vroeger kon je prachtige boeken, nou prachtig voor de jagers was het prachtig, prachtige uitweiding over hoe geweldig het was om jager te zijn. Rien Poortvliet heeft er ook enorme tekeningen over, prachtige tekeningen van gemaakt voor iets wat natuurlijk afschuwelijk is om te zien als je tegen het doden van dieren in een wild bent. Maar de emoties van toen, want ik vind het gewoon heerlijk en het geeft me een kick om dieren te doden, dat is langzamerhand een beetje op de achtergrond geraakt. Er komen nu andere emoties naar voren en die komen gewoon wat beter uit, ook in de discussie. Nu hoor je jagers zeggen met een brok in hun keel dat het nou eenmaal nodig is dat een dier moet worden doodgeschoten omdat het anders tegen een auto aankomt. Of dat het anders sterft, een hongerdood sterft in de winter. Dat hij de redder in nood is om een dier, een gezond dier, nog in de kracht van zijn leven, te euthanaseren voordat het misschien wel pijn gaat lijden. En daar is hij dan ook van overtuigd dat dat de manier is waarop je met de dieren in het wild om moet gaan. En dan is het ook niet zo erg als je dat dier vervolgens opeet, want anders dan gooi je het toch gewoon maar weg. Dit is een poster van de faunabescherming uit de jaren 90.
En dat ging over de trofeejacht. Want als je dan de jager hoort spreken over dat het toch wel heel, dat het echt lastig is om de dieren dood te maken, maar dat het gewoon niet anders kan en dat het belangrijk is voor de natuur, dan zie je ze volgens 's avonds het halali zingen. En dan wordt de jachtkoning van de dag gekozen. En dan gaat hij vervolgens nog eens eventjes zijn trofeeën bewonderen in de gang. Dit, naar aanleiding van die trofeejacht, die in de jaren 90 ook behoorlijk een discussiepunt vormde, heeft de faunabescherming deze poster gemaakt. En dat is misschien wel leuk om even te vertellen wat voor emoties hier dan bij loskwamen. Want de faunabescherming werd vervolgens gedaagd voor de rechter. Want, wat bleek, zei een familie, dat is onze overleden opa die jullie daar op de plank hebben gespijkerd. Jullie hebben zijn beeld gebruikt. En dat mag niet. En de faunabescherming zei, maar dat is helemaal niet opa, jullie opa. Maar toch, ze werden voor de rechtbank gedaagd. En in de rechtszaal bleven ze daarop hameren dat het hun overleden opa was. Tot het moment dat de deur openging en daar de nog geheel in leven zijnde fotomodel binnenkwam. Met als gevolg dat ze in totale shock waren omdat ze dachten dat ze een geestverschijning zagen. Er is nog een andere emotie die gepaard gaat met het doden van dieren in het wild. En dat is toch wel een enorme reguleringsdrang, een enorme ordeningsdrang. En die een soort van verzameldrift. Wij als mens weten heel goed, denken we, hoe de natuur een beetje geregeld moet worden. Want de natuur aan zichzelf overlaten, dat gaat helemaal mis. Want dan zijn er zoveel kraaien, dan gaan alle zangvogeltjes eraan. Of er zijn maar heel weinig gutto's. En er zijn wel heel veel ganzen. En dat is een beetje in disbalans. En die ganzen, daar moeten we een beetje bang voor zijn. Of daar moeten we boos op zijn, want dat zorgt voor heel veel overlast. Voor boeren. Dus de ene weidevogel, de gutto, krijgt de bescherming. En de andere weidevogel, de gans, die krijgt een vergassingsmachine of de kogel. Een hele vreemde manier van denken. Of de kraaiendag van afgelopen, wanneer was het, maart. De kraaien moesten worden gedood en daar kon je zelfs een prijs mee winnen. En dat is echt vanuit de overtuiging, en ik heb heel veel jagers gesproken, omdat zij zich zorgen maken over het verdwijnen van de zangvogels. En dat is een realiteit waar we mee te maken hebben in de discussie over de jacht. Als het gaat om de vossenjacht, is ook weer, heeft het te maken met concurrentiegevoel. Ja, maar wij willen ook konijnen eten. En zij zijn een concurrent van ons, jagers. En op die manier is er een enorme jacht gaande richting de vossen. En dat wordt ook op een hele rituele manier, wordt dat dan vervolgens ook getoond met stoere foto's erbij. En Annie Schreier, oud-CDA-Kamerlid, die zei ook van ja, maar er moet gejaagd worden in het land. Er moeten de zwijnen op de Veluwe, hoe moeten die anders dood? En ze zei ook, ja, een konijn die hoort in de pan. En dan het liefst geschoten door mijn Jan. Zo zat ze erin. Er is nog een andere emotie. En die emotie is een lastige. Dat gaat over, er zijn heel veel zieke mensen in deze wereld. We hebben de ene ziekte naar de andere. Met name ook heel veel welvaartsziekten, maar we hebben ook mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kanker hebben. We kennen allemaal wel iemand die ongeneeslijk ziek is. En dat voelt vaak machteloos. Maar wat er gebeurt, is in de discussie over hoe kunnen wij nou medicijnen krijgen, dat er dan een oneigenlijke discussie ontstaat. Dat je ziet dat er allerlei emoties door elkaar heen komen gaan. Iedereen die kent waarschijnlijk wel de vraag van, ja, maar als we nou eens alle kankerpatiënten konden redden door het leven van één piepklein muisje op te offeren, wat doe je dan? Met name dierproefnemers zetten graag en vaak in op die emoties. En natuurlijk weet iedereen dat er miljoenen muisjes verbouwd zijn, zonder dat het veel betekenis heeft gehad in de strijd tegen kanker of enige andere ziekte waar mensen bang van zijn. Maar het doet aardig om slecht geïnformeerde mensen over de streep te trekken. Ja, één muisje om de mensheid te redden. Vooruit, doe dan maar. En in Nederland worden meer dan 1 miljoen dieren gebruikt per jaar. En dan heb ik dus ook het over die overtollige dieren. Die worden gedood.
Terwijl de wetgever zegt, het is gewoon verboden. Het is niet een radicaal standpunt van we willen af van dierproeven, alle dierproeven. Nee, de wetgever heeft het zelf vastgelegd. Dus we moeten daar veel meer paal en perk aan gaan stellen. En deze zomer heb ik een prijs uitgereikt aan onderzoekers die met stamcellen werken, die niet afkomstig zijn van embryo's en ook niet afkomstig zijn van dieren, maar die via stamcellen kunnen bepalen of bepaalde medicijnen veiliger zijn voor hartpatiënten. Omdat hartpatiënten vaak bij bepaalde medicijnen gewoon kunnen sterven. En dat is natuurlijk geweldig, want normaal worden deze testen gedaan op honden. En je weet ook wat voor sentimenten dat met zich meebrengt. Wat overigens wel weer een interessant sentiment is, waarom mensen wel heel erg boos worden over het feit dat honden worden gebruikt voor dierproeven. En die miljoenen muisjes, dat daar veel minder maatschappelijke verontwaardiging over heeft. Voor is. Dat is ook iets om daar goed over na te denken, hoe dat zit. Een andere emotie die met het diergebruik, of een andere sentiment, of een ander gevoel wat bij het diergebruik graag naar voren komt, is het gevoel van griezelen. Lekker griezelen met dieren, enge dieren, vooral dieren die er een beetje eng uitziet. En zien die, dat vinden we leuk om daar eens even, ja, via Try Before You Die programma's van de televisie, waarin een meisje in een ton met slangen moet gaan zitten. Dat vinden we heerlijk om naar te kijken. En ofwel de hele discussie rondom vleesvervangers, dan zie je ook dat de programma's, tv-programma's niet na gaan denken over of aandacht schenken aan vleesvervangers wat makkelijk toegankelijk is voor mensen op plantaardige basis. Nee, insecten, insectenburgers, dat is mooi om te laten zien. Waardoor het voor heel veel mensen alweer een vorm van sensatie en spanning is om daarnaar te kijken. De hele duurzame aspecten rondom het vervangen van vlees komen eigenlijk niet aan de orde. Griezelen, een beetje spanning opzoeken. Ook deze meneer met een krokodil. Ja, dat is toch wel, geeft een kick voor sommige mensen. En rechtvaardig dus dat we dat allemaal doen. Stierenvechten, idem dito. Er komt nog een emotie bij en dat heeft veel meer te maken met machtswellust. Dit is daar een voorbeeld van, een overheersen. Maar daar kom ik zo nog op. Sowieso lopen alle emoties behoorlijk door elkaar. En een emotie die daar dicht tegenaan, tegen die spanning en sensatie ligt, is natuurlijk ook het hartelijk lachen om dieren. Vooral het belachelijk maken van dieren, van ach, het zijn geen mensen. Heeft ook iets heel denigrerend, iets van willen onderwerpen, je als mens beter voelen. En dat je als mens dit voor elkaar krijgt, dat zo'n groot dier op een krukje kan zitten of staan. De verwondering dat een mens dat voor elkaar krijgt. En ja, het is puur vermaak. Terwijl dit natuurlijk de fantasieën zijn waarschijnlijk van de olifant. Maar ja, ook daar, als je dan naar een circus gaat, zoals Circus Bellimien, en je spreekt daar met de dompteur die dan net pas geboren tijgertjes heeft, en je ziet hem daarmee spelen, Esther Ouwehand vertelde me daarover, die was daar geweest, knuffelen, echt dol op ze. Want ze waren ontzettend liefdedieren en Eisenhower ook toch gewoon, vroeg hij aan Esther. Hij is er van oprecht van overtuigd dat hij goed doet met die dieren, dat hij daar echt de zorg voor geeft die nodig is. Dat is een, ja, hoe zou u dat zeggen? Misschien wel een blinde vlek, maar we hebben het ermee te maken. Het ligt allemaal niet zo eenvoudig. Dan hebben we nog, en daar kwam ik net al op, het gevoel van macht. Van je hebt eigenlijk een minderwaardigheidsgevoel en via dieren kun je ervoor zorgen dat je net even iets beter voelt. Dat je je ijdelheid kunt opvijzelen, dat je je groter kunt maken of belangrijker kunt maken dan je bent. Je agressie in feite ook nog symboliseren door bijvoorbeeld een pitbull te nemen, zoals deze meneer. Of macho gedrag. Kijk mij eens even deze beren onderwerpen, doodmaken en daar dan ook achter staan. Ze krijgen er in feite, hun mannelijkheid wordt in feite vergroot. Terwijl dit kan ook. Dit is een Duitse bodybuilder, veganist, en ik denk dat veel mensen hem stoer vinden, toch? En je ziet ook dat bijvoorbeeld Poetin zijn imago van de sterke man laat ook regelmatig zien door met ontbloot
bovenlijf op een paard rond te gaan rijden, te gaan schieten op beren. Ceausescu deed dat ook in Roemenië. Alleen liet hij dan eerst de beren dronken voeren door zijn jachtopzichters. Dan hebben we nog dierenliefde die ten koste gaat van dieren. En denk ik aan het rashonden- en kattenfokkerijen. Heel veel mensen hebben een huisdier. Er zijn zo'n 30 miljoen huisdieren in Nederland. Maar we moeten ons gaan afvragen hoe dat zich verhoudt tot de behoeften van het dier. Als er rashonden en katten worden gefokt, met de positie en lengte van de oren, precies in een boek beschreven, de omvang van een schedel, de grootte van de ogen, de kleur van de vacht, allemaal vastgelegd in internationale standaarden, dan krijg je een rariteitenkabinet van uitpuilende ogen, afgeplatte snuiten, krullende staarten die niet meer omlaag kunnen, korte pootjes of overdadige plooien en rimpels. Maar het ziet er zo schattig uit, vinden sommige mensen. Dit is liefde, toch? Hier kun je iets bij voelen van zachtheid en empathie. Maar wat zit hier voor een leed achter? Enorm leed. Denk aan de King Charles Spaniel of al het Pim Fortuyn-hondjes. Ziet er aandoenlijk uit, klein kopje, grote ogen, het is bijna een soort baby. Reken maar dat deze dames daar heel veel mee knuffelen. En dat ze feunt, het hondje, en dat ze mooi borstelt. Ze zijn er de hele dag mee bezig. Maar dit dier heeft regelmatig epileptische aanvallen. En heeft 24 uur per dag migraine. Omdat het simpelweg de kop zo klein is dat alle hersenen er niet in kunnen. Het is alsof je, en dat heeft een dierenarts wel eens verteld in Engeland, alsof je een voet met maat 40 probeert te proppen in een schoen van maat 36. Ofwel de lotusvoetjes, de ingebonden voetjes uit China. Of dit dier, de Engelse bulldog. Ja, wie, als je dit fotootje ziet, de meeste mensen zeggen dan, ach, dat is lief zeg. En ik denk alleen maar, kijk wat het dier aan problemen heeft. Het mag niet eens het vliegtuig in, omdat het dan zal sterven, omdat hij zo'n platte neus heeft, dat hij nauwelijks kan ademhalen. Maar daar denk je dan niet bij na, als dierenliefhebber. Dus we moeten ons de vraag stellen of de dierenliefde die wij voelen voor een huisdier, of dat niet eerder een liefhebberij is, dan dat het echt gaat om empathie voor dieren. Dan de laatste, 10e emotie. Angst dat we dieren boven mensen gaan stellen. Dat wij niets meer gaan voorstellen. Eigenlijk de angst die wij ook kenden toen wij in de vorige generaties, die er toen was over algemeen kiesrecht geven. Als we domme mensen laten beslissen, als we domme mensen rechten gaan geven, dat kan toch niet. Of als we vrouwenrechten gaan geven, dan zal dat betekenen dat de man in feite het nakijken heeft. Als we kinderrechten gaan geven, hebben we opeens geen goedkope arbeidskrachten meer. Als we slavenrechten gaan geven, dan gaat de economie volkomen in elkaar donderen. Want dan is al het goedkope arbeid, alles waar de hele economie op draait, is gewoon in één keer foetsie. Maar sowieso dierenrechten geven. Het betekent in feite gewoon dat het dier aan het hoofd van het gezin gaat staan. Dat het kan gaan erven, dat het een vermogen kan vergaren. En hoe kan dat nou? Want een dier kan toch helemaal niet kijken naar het verleden, nog naar de toekomst. Deze meneer Roger Scruton, ik moet even zeggen dat hij jager is, een fanatiek jager, heeft een boek geschreven, Animal Rights and Wrongs. En met name dat wrongs, daar gaat het vooral over. Het is een enorm pleidooi voor heel veel diergebruik. En hij blijkt uit het boek ook erg bang voor de dierenrechtenbeweging. Ik denk ook dat hij dit boek daarom heeft geschreven. I drink, therefore I am. Maar de angst is een soort van angst voor soortenverraad. Het is bijna een verraad naar de mens toe. Het is erger nog dan landverraad. Zo wordt het ervaren door sommige mensen die zo fel gekant zijn tegen dierenrechten. En ik merkte tijdens de discussie over het verbod op onverdoofd ritueel slachten, dat ook de emoties enorm loskwamen. En dat is ook begrijpelijk aan de ene kant, want het gaat om een traditie dat al, zeker bij de Joodse gemeenschap, al 4000 jaar oud is. Maar wat je ziet, de reactie, de kramp waarin mensen schieten als je probeert om alle dieren te beschermen, ongeacht het geloof van de slager, dan krijg je meteen dit soort teksten. De PVDD, de Partij voor de Dieren, wil dieren mensenrechten toekennen. En toen heb ik ook gezegd, ik wist niet
dat het verdoven voor de slacht een mensenrecht was. Dames en heren, dierenrechten gaan over it's a matter of taking the side of the weak against the strong. Something the best people always have done. En dat is wat waar we mee bezig zijn. We zijn bezig om de emancipatie van mensen uit te breiden naar de emancipatie van soorten. Voorbij je eigen soort te denken. Dat is wat we nodig hebben. Het is van de emancipatie van de gewone man naar de gewone vrouw. Naar de vrouwenrechten, burgerrechten en uiteindelijk natuurlijk ook naar dierenrechten. Dat is een hele logisch vervolg. En ik weet nog dat ik met Marjan Saks, een feministe uit de 60e jaren, sprak. Toen ik net de Partij voor de Dieren had opgericht met een aantal anderen. Dat ze zei, ja, ik kan me nog herinneren in de jaren 60 dat wij toosten op vegetarisme. Op vrouwenrechten en vegetarisme. En dat je ook zag dat heel veel vrouwen ook al rondom de eind 18e eeuw, ook bezighouden met juist de kwetsbaren, zoals dieren. Zij zagen een soort lotsverbondenheid daarin. Niet alle feministen, zeker niet, ook niet nu. Ik bedoel, opzij heeft nog nooit een artikel gewijd aan dierenrechten. Maar het zit wel in de logica van de dingen. Mary Wollstonecraft bijvoorbeeld heeft eind 19e eeuw het boek geschreven, Vindication of the Rights of Women. En er werd meteen een parodie opgeschreven door Thomas Taylor uit Cambridge. En die zei dan, Vindication of the Rights of the Brutes. Ja, als wij vrouwenrechten gaan geven, deze intelligentie, deze domme soort mens. Ja, dan kun je net zo goed ezelsrechten geven. Of net zo goed beren, of katten, of honden. Nou, en omdat dat onvoorstelbaar was, zou je zeker ook niet moeten beginnen met vrouwenrechten te geven. Ja, één recht. Dat is het aanrecht. Het moet echt niet veel gekker worden. Dat is toch wel wat er werd gezegd. Maar het bijzondere is, dierenbeschermers wordt vaak verweten dat wij meer om dieren zouden geven dan om mensen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis en je ziet naar de onderdrukking van allerlei groepen, dan is het fantastisch om te lezen dat bijvoorbeeld Sir Thomas Fowell Buxton en William Wilberforce, grote antislavernijleiders in Groot-Brittannië, waren degene die de RSPCA, de Britse dierenbeschermingsorganisatie, hebben opgericht. Maar ook Henry Burke, een Amerikaan, die heeft ook heel veel gedaan voor dieren. Die heeft daar de Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie opgericht, maar hij is ook een van de grondleggers geweest voor het beschermen van kinderen. Want wat gebeurde er in 1884? Toen werd hij benaderd door een vrouw die zei, ik heb een klein dier. En dat kleine dier is zwaar gehavend. Het is zwaar mishandeld. Kunt u iets voor mij betekenen? En toen zei hij, nou dat kan ik wel, want ik heb net in het parlement heb ik ervoor gezorgd dat er een dierenbeschermingsverordening kwam waarbij mishandeling van een aantal soorten dieren niet meer mogelijk was. Is. En toen kwam ze vervolgens met Mary Ellen, een heel klein meisje dat mishandeld was door haar voogdes. En Mary Ellen is, zo werd geredeneerd, beschermd omdat het uiteindelijk ook een klein dier is. En dat is fantastisch om op die manier ook te blijven redeneren. Je komt gewoon op wat voor alles wat kwetsbaar is, voor iedereen die kwetsbaar is. En hij werd ook in zijn tijd behoorlijk belachelijk gemaakt. Zeker voor dat geval met Mary Ellen. Namelijk, aan de ene kant zie je in deze spotprint dat hij huilt om de vreselijkheden die dieren wordt aangedaan. En dat hij vervolgens heel koud zou zijn om echt op te komen voor de behoeftige mens. Maar dat is een karikatuur die heel vaak wordt gedaan. Ook nu nog in deze tijden van crisis. Waarbij iedereen zegt, hoe kun je nu voor dieren op willen komen terwijl de wereld in brand staat. De gedachteoefening die wij met z'n allen moeten leveren is dat humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Het gaat er niet om dat wij vragen om iets minder menscentraal te denken, iets minder met jezelf bezig te zijn, om dan eerst maar jezelf ook maar te verlagen en minder van jezelf te gaan houden. Nee, we willen dat mensen minder aan zichzelf alleen maar denken, maar dat alle belangen in overweging worden genomen.
Ingrid Newkirk is ook zo'n fantastische voorvechter van dierenrechtenbeweging, die ook de Partij voor de Dieren heeft gesteund de afgelopen Europese verkiezingen. Die vergelijking met de emancipatiebeweging, het opkomen van alles wat kwetsbaar is, dat is iets waar wij de komende tijd voor gaan strijden. Juist in deze tijden waarbij heel veel mensen het gevoel hebben dat de wereld aan het, dat we iets aan het verliezen zijn, mededogen aan het verliezen zijn, dat we angstig worden om wat gaat komen. Komen er oorlogen, maar ook op dichterbij bij huizen. Houd ik mijn baan nog, houd ik mijn hypotheek nog? Ook dat soort kleine dingen waardoor mensen onzekerheid verkeren. En het is van groot belang dat wij met z'n allen laten zien dat juist als je opkomt voor de stemlozen, dat je dan die stap neemt door centraal te stellen wat van echte waarde is, waar het om draait. En dat we op moeten houden met alles maar te gebruiken naar onze hebzucht, naar onze behoefte voor spanning, sensatie of ijdelheid of machtsvertoon. Maar dat we de dingen die er werkelijk toe doen, die ons verrijken, die ons verheffen, dat we daarop moeten inzetten, omdat je dan automatisch ook de stap maakt naar een wereld waarin veel meer mededogen is, waarin duurzaamheidsdenken centraal staat. En juist dat, die visie, de planeetbrede visie, dat wordt door steeds meer mensen herkend. Hans Achterhuis, denker des vaderlands, maar ook bijvoorbeeld een socioloog als Willem Schinkel, die zegt, al die partijen in de Kamer, het zijn allemaal grijze partijen, ze lijken ontzettend op elkaar. Ja, behalve de Partij voor de Dieren. En Hans Achterhuis heeft ook gezegd dat wij de enige partij zijn die ook de kern te pakken heeft gekregen. Namelijk dat we zo door zijn gegaan op de oude weg. Dat we in feite doorgaan op reserves. Niet alleen qua grondstoffen, maar ook qua schulden, qua spaargeld. Dat we in feite niets meer aan het bouwen zijn, maar dat we ons natuurlijk kapitaal aan het vernietigen zijn. En dat we bezig zijn met korte termijn denken waar een einde aan moet komen. En het is heel fijn dat ook dat soort intellectuelen zien dat wij daar anders in staan. En natuurlijk moet het zo zijn dat wij bij de komende verkiezingen nog meer een vuist kunnen gaan maken dan dat we nu kunnen doen met 2 zetels. We staan nu in de peilingen tussen de 5 en de 6 zetels, dus het ziet er hoopvol uit. Maar het is van groot belang, daar gaat het uiteindelijk om, dat wij op een duurzame manier groeien. En dat het niet zozeer de groei is van onze partij dat voorop staat, maar dat het vooral het voortbrengen van onze boodschap voorop staat. Dat we andere mensen weten te inspireren. Dat doen we met dagen als deze. En dat betekent dat we de volgende sentiment moeten hanteren. Dapperheid. Onverschrokkenheid. Anders durven denken dan de massa. Alleen dan kunnen we het verschil maken. Als we dat niet doen, als we proberen om op te gaan in de menigte door toch, ja, we zijn dan wel een aparte partij, maar we weten ook heus wel hoe het moet. Door bijvoorbeeld in het parlement netjes aan de regels te houden. Gewoon normaal, traditioneel politiek bedrijven. Handje klap, compromissen sluiten. Dat gaat uiteindelijk niet werken. We moeten vasthouden aan onze idealen. We moeten duidelijk zijn. We moeten niet rigide zijn, maar wel open, vrolijk ook en onverschrokken. Ik denk dat dat de emoties zijn en de houding moet zijn die ons verder in de wereld moet brengen. And a winner is a dreamer who never gives up. Dank u wel.